Maya de bij en rechter bijen was. De ochtend brak aan op de weide. Schuchter begroeten de bloemen de zon, terwijl de dauwdruppels nog over hun blaadjes liepen. Twee wespen, Bots en Bok, keken aandachtig toe hoe een oudere heer zat te smullen van een kommetje honing. Kijk nou eens, Bots, dit is onze geluksdag. Die honing van hem is straks van ons. Shst, kom, we sluipen dichterbij en dan slaan we toe, fluisterde Bok. Hmm, ons ontbijtje staat al voor ons klaar. Op dat moment vloog Maya de bij langs om van het ochtendgloren te genieten. Ze zag de wespen in een hinderlaag liggen. Onder een blad vol glinsterende dauw. Gelukkig had ze hen snel door. Lang hoefde ze niet na te denken. Ze wist wat haar te doen stond om die schurken weg te jagen. Ze nam een aanloop en begon de indringers met dauwdruppels te bekogelen. Een koude douche kunnen jullie wel gebruiken, riep ze lachend. Oei, wat gebeurt er? Gilde bots verbaasd. Au, er zit water in mijn ogen. Ik zie niks meer, schreeuwde Bok. Verschrikt gingen de wespen ervan door. De oude Heer zat intussen nog steeds lekker te smikkelen en leek van het hele gedoe niets te hebben gemerkt. Tevreden over haar succes, vloog Maya naar de onbekende toe om hem te begroeten. Goedemorgen, ik ben blij dat het gelukt is om u tegen die wespen te beschermen, zei ze tevreden. Dat is een leugen, ik heb hier helemaal geen wespen gezien. Waarom val jij mij lastig, ongemanierd bijtje? Van welke korf ben jij? Geschrokken begon Maya uit te leggen dat ze niet in een korf woonde, maar op de weide. Ik ben rechter bij je was, opperste hoeder der korven, en ik weet dus heel goed waar een bij hoort te wonen. Je bent niet alleen ongemanierd, je overtreedt ook nog eens de regels. Maya probeerde nog iets te zeggen, maar de rechter liet haar niet aan het woord. Ik ga mijn beklag doen bij jou koningin, en ik vertel haar alles. Zij zal je dan wel aanpakken riep hij. De koningin bevestigde dat Maya inderdaad op de weide woonde. Toen de rechter dat hoorde, ontstak hij in woede. Het is een schande, riep hij op hoge toon. Ze moet direct terug naar de korf. Doet ze dat niet, dan moet u haar verjagen. Zo ver als het maar kan, voor altijd. Maar natuurlijk, knikte de koningin instemmend. Hij voegde daar nog aan toe dat een bijenvolk alleen kan functioneren als er strenge regels worden nageleefd. Het belangrijkste wat een bij moet doen, is immers in een korf wonen, werken en bevelen uitvoeren. En niet zomaar doen waar hij of zij zin in heeft. Willy... Maya's beste vriend lag even verderop onder een blad te slapen. Maar de luide plechtige stem van de rechter maakte hem wakker. Ieder woord kon hij verstaan, hij schrok zich natuurlijk een hoedje toen hij hoorde dat de koningin de rechter gelijk gaf. Hij wilde Maya meteen gaan vertellen wat haar boven het hoofd hing. Maya, Maya. Waar ben je? riep hij zenuwachtig. Hij zocht haar overal. Hij wist echter niet dat de koningin alleen maar had gedaan alsof. Ze had namelijk een plannetje. En gniffelend vertelde ze dat tegen juffrouw Cassandra, de hofdame en juf van de jonge bijtjes. Straks komen mijn wachters heel veel honing brengen. We zullen de rechter zo'n gastvrij onthaal geven dat hij Maya vanzelf vergeet, als ze hem maar niet onder ogen komt. Daarmee viel er een hele last van de schouders van juffrouw Cassandra, want ze maakte zich erg ongerust over het lot van haar favoriete bijtje. Maya was intussen op de weide met haar vriendjes aan het spelen terwijl ze lachend toekeek hoe Ben het mistkevertje en zijn oom Kurt een wedstrijd deden met enorme mistballen kwam plotseling Willy aanvliegen helemaal buiten adem vertelde hij alles wat de rechter had gezegd waarom wil hij mij zo streng straffen ik heb toch niets verkeerds gedaan ik ga hem dat alles meteen uitleggen zei maya Rechter bij je was iets heel onrechtvaardig. Ik ga mee, zodat ik je kan verdedigen. gaf flip de springhand te kennen. Mayas andere vriendjes gingen ook mee: de mistkevers Ben en Kurt, Max de regenworm en Paul de commandant van het mierenleger met een van zijn soldaten. Ook Willy mocht natuurlijk niet ontbreken. En zo ging het groepje op weg voor een ontmoeting met de jagende rechter bijen was. Zou hij naar Maya willen luisteren en van gedachten veranderen? De rechter zat intussen van zijn honing te genieten en knorde tevreden. Hij prees de koningin om haar gastvrijheid en keek goedkeurend naar het bijenvolk dat op de weide aan het werk was. Beste rechter, u hebt vast wel gezien hoe druk mijn werksters in de weer zijn, zei de koningin. En gelooft u mij, de resultaten mogen er wezen. De rechter knikte en moest zelfs glimlachen. Maar toen veranderde de uitdrukking op zijn gezicht. Wat? Is dat niet die ongemanierde Maya die daar ligt te luieren? Wat een slecht voorbeeld voor de andere bijen. Met één zo'n onruststookster komen er vanzelf meer bij. Dat is tegen de regels, schreeuwde hij. Dit komt in mijn verslag voor de raad van koningingen. De koningin wou voor Maya in de bres springen en deed haar mond open. Maar de rechter deed alsof hij niets merkte en ging verder. Die verschrikkelijke Maya moet hier voor eens en voor altijd verdwijnen. Dit is mijn vonnis. Onherroepelijk! Iedereen protesteerde, maar rechter Bijen was, liet zich niet ompraten. Sterker nog, hij gaf de bijen het bevel om zich in de korf schuil te houden vanwege een groep onruststokers die het nectarveld wilden overnemen. Hij zou zelf wel met hen afrekenen. Hij zag groen van kwaadheid en merkte niet eens dat hij een kom honing had omgegooid. Langzaam liep het kleverige spul onder de voeten van juffrouw Cassandra. Ik zit helemaal vastgeplakt. Wat vervelend nou! kreunde de hofdame wanhopig. Toen verschenen Bots en Bok aan de horizon. Bok, ik geloof mijn ogen niet. De bijen zijn weg en de honing hebben ze achtergelaten, riep Bots. Heel veel honing, makker, zei Bok met een sluwe grijns. En er is maar één bij die erop let. Dus waar wachten we nog op? Daarop vlogen ze naar de baas van hun bende om te vertellen wat ze hadden gezien. Die zou wel blij zijn met het goede nieuws, dachten ze. En ze hadden gelijk. De wespen aarzelden niet. Hongerig en kwaad als ze waren, besloten ze meteen in de aanval te gaan. Even later was er overal een luidruchtig gezoem te horen. Bzzzt. Wespen! riep Maya geschrokken. De blauwe hemel werd gevuld met een grote bende insecten die nergens voor terugdeinsden. Hun leider was de genadeloze Prikkie. De koningin had wel door dat het te wespen om de verrukkelijke maaltijd van de rechter te doen was. Ze liet direct het hele bijenvolk evacueren, want ze wist. Dat het dit keer wel eens gevaarlijk zou kunnen worden. We moeten vluchten! Die gemene rieken kennen geen genade, anders gaan we eraan! schreeuwden ze. Waarop de angstige bijen allemaal naar een veilige plaats vlogen. Maar één bij bleef achter op het slagveld juffrouw Cassandra. Haar voeten zaten vast in de plakkerige honing. Waardoor ze niet kon wegvliegen. De hofdame was zo angstig dat ze geen woord kon uitbrengen. Wanhopig probeerde ze zich uit haar afschuwelijke val te bevrijden. Maar het haalde niets uit en de wespen waren in aantocht. Waarom gaat juffrouw Cassandra er niet vandoor? vroeg Willy verbaasd. Zou ze soms hulp nodig hebben? Klets niet en verlaat het terrein onmiddellijk. Anderen helpen is tegen de regels. We moeten onszelf zien te redden, commandeerde de rechter. Maar anders gaat juffrouw Cassandra misschien wel dood, sputterde Willy. Dat is dan jammer. Ik heb de evacuatie bevolen. Is dat duidelijk? antwoordde de rechter. Op besliste toon zei hij dat ook vechten met wispen tegen de regels was. Vervolgens verstopte hij zich onder een blad, zodat alleen zijn achterlijf nog te zien was. Prikkie en zijn bende maakten zich klaar om de weerloze juffrouw Cassandra aan te vallen. Nu gaan we eerst even met jou afrekenen, dreigde de gruwelijke wispeleider als die vervelende Maya zich er maar niet mee bemoeit, anders gaat het nog mis," zei Bok. "Rustig maar," zei Bots. "We kunnen haar wel aan. Dit keer komt ze niet zo gemakkelijk van ons af." Intussen maakte ook Maya zich klaar voor de strijd. Het dappere bijtje was helemaal niet bang voor die gemene wespen. Trouwens, de wachters van de koningin. Stonden gewapend bij haar. Bovendien wist ze best dat het niet altijd de sterkste is die wint. Maar wie niet sterk is, moet slim zijn. Ik heb een geweldig idee, riep ze uit met een blik op de glimmende dauwdruppels op de blaadjes. Het is al eens gelukt, dus waarom niet nog een keer? Ze legde haar plan uit aan de verbaasde wachters. Daarna nam ze keer op keer een aanloop en stampte hard op een blad, waardoor de aanvallers getroffen werden door heuse waterbommen. En elke keer riep ze: Hier, pak aan! Een bad hebben jullie wel verdiend! Al snel gingen ook de wachters meedoen. Ook zij wisten de vijand goed te raken. De ongenode gasten waren volkomen overdonderd. Over hun hele lichaam werden ze getroffen door waterkogels. Vier wespen lagen op de grond, helemaal in de war. Auw, mijn hoofd! Volgens mij zit er een barst in, kreunde er een. Oef, ik snap er niks van, maar het lijkt wel alsof het regent. Geef eens een paraplu, stamelde de tweede. Wie ben ik en wat doe ik hier? vroeg nummer drie zich af, terwijl nummer vier vroeg of er iemand een slaapliedje wilde zingen, want anders kon hij niet slapen. Even later stonden ze allemaal te wankelen op hun achterpoten. Ze schoten de lucht in, maakten rare pirouetten en vlogen alle kanten op. Prikkie was woest, maar gaf zich nog niet gewonnen. Hij spoorde de resterende schurken aan om door te gaan. Straks komt jullie beloning. Wie het meest zijn best doet, krijgt de meeste honing. En nu aan het werk. Die Maya neem ik zelf wel voor mijn rekening. Het werd tijd, zei de bots en bok in koor. Daar hebben wij ook wel trek in. Och jee, och jeetje nou toch, kreunde juffrouw Cassandra wanhopig. Ze probeerde zich uit haar afschuwelijke val te bevrijden, maar was aan het einde van haar krachten. Toen vloog Willy naar haar toe. Juffrouw Cassandra, maak u zich maar geen zorgen, ik help u wel, zei hij. Hij moest wel opschieten. Want de wespen stonden op het punt om opnieuw in de aanval te gaan. Met een woedend gezoem cirkelden ze door de lucht. Willy greep de hofdame bij haar arm en trachtte haar uit de zoete smurrie te trekken. Maar helaas, dat wilde niet lukken. Hij was te zwak en juffrouw Cassandra te zwaar. Er is kennelijk niets aan te doen zei juffrouw Cassandra berustend. Breng je in veiligheid, ik blijf wel hier. Nee, ik laat u niet achter, schreeuwde Willy dapper. De wespen vlogen als gekken rond en kwamen steeds dichter bij Willy en juffrouw Cassandra. Nu is er niets meer wat ons tegenhoudt. We vallen als een lawine over ze heen, schreeuwde Prikkie, ten aanval. We zijn er helemaal klaar voor," antwoordde Bots. "We krijgen jullie wel, stelletje slappelingen," viel Bok in. Maar plotseling schoten Maya's vrienden te hulp. Ze hadden een zeer effectief wapen bedacht. Van een blad en een krom gebogen steel hadden ze een echte katapult gemaakt. Flip de springhaan gaf keer op keer het bevel. Opgelet. Klaar, vuur! De mestkever Kurt, Pool de Miercommandant en zijn soldaat laadden het wapen met alle frambozen, eikels en andere vruchten die ze maar konden vinden. Als hagelstenen kwamen hun projectielen op de wespen neer. Ook Max hielp mee door zelf als katapult te fungeren. En zelfs Ben, zo klein als hij was, stelde alles in het werk om zijn oom te helpen. Zoemend en kreunend van pijn sloegen de wespen op de vlucht. Terugtrekken was nu hun enige uitweg. We gaan er vandoor, makker, riep Bots. Ik heb er flink van langs gekregen. Jammer, maar die honing gaat aan onze neus voorbij. Waar is Prikkie? Vroeg Bok. Toen hij op de vlucht was, heb ik hem tegen een enorme mistbal aanzien botsen. Toen is hij flauw gevallen. Intussen vloog Maya naar juffrouw Cassandra en Willy toe, want die waren nog steeds in gevaar. De wespen waren dan wel verslagen, maar ze konden nog steeds wraak nemen. Hier ben ik al, Willy, samen krijgen we juffrouw Cassandra wel los, riep het bijtje. Ze grepen de hofdame bij haar armen vast en trokken haar, hop, omhoog. Ze was vrij, al viel dat zelfs met z'n tweeën nog niet mee, want licht was juffrouw Cassandra niet. Daarop vlogen ze regelrecht naar de koningin, die samen met de andere bijen inmiddels terug was uit haar schuilplaats. De rust keerde weer op de weide en in de korf. Alleen de rechter was nergens te vinden. Hij leek wel in rook opgegaan. Maar toen ontdekte Flip dat hij nog steeds onder een blad verstopt zat. Heer rechter, het is al voorbij hoor. Maar bedankt voor uw hulp, zei hij spottend. Ik ontweek alleen de vijand, dat is een regel, zei rechter Bijen was verontwaardigd. Een slechte regel, viel de koningin in. Net zoals de regel die bepaalt dat Maya weg moet. Immers, dat kleine bijtje had dapper tegen die zoemende bende gevochten, juffrouw Cassandra gered en ook nog een heleboel andere goede dingen gedaan. Ik hoop dat u dat allemaal zult vermelden in uw verslag. Is het niet, voegde de koningin minzaam toe. Rechterbijen was, gaf geen antwoord. Misschien schaamde hij zich wel. Hij draaide zich om en vloog weg, zonder afscheid te nemen. Niet dat er ook maar iemand was die dat erg vond trouwens. De volgende dag stond Maya erbij samen met haar vrienden voor de koningin. Hoogheid, mag ik dan toch op de weide blijven wonen? Vroeg ze onzeker. Natuurlijk, lief kind, antwoordde de koningin meteen. De weide is jouw thuis, zolang als je dat maar wilt. Joehoe, riep Maya uit. Ze kon haar blijdschap over deze beslissing niet verbergen. Haar vrienden waren al net zo blij als zij en Willy gaf haar zijn mooiste glimlach. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer. Dag!